WeCare Helmond organiseerde tijdens de Ramadan voor 200 mensen een iftar in de Heistraat. Mensen van alle culturen konden genieten van een warme maaltijd na zonsondergang. We staan hier bij de iftar in de Heistraat. Kunnen jullie misschien vertellen wat de iftar precies is? Ja, de iftar is eigenlijk na een lange dag het vaste gezamenlijk verbreken. En dan na zonsondergang? Ja, na zonsondergang inderdaad. Oké. En nu hebben jullie dit georganiseerd voor de wijk hier. Kunnen jullie misschien iets meer vertellen over waarom jullie dit zo hebben georganiseerd? Nou, wat we belangrijk vinden is om mensen bij elkaar te brengen. Sociale contact is heel erg belangrijk. We hebben de afgelopen tijd vanuit de WeCare hier heel veel gesprekken gevoerd met mensen. En we horen in ieder geval dat corona en allerlei maatregelen die er geweest zijn, onderling contact met minder is geweest. Dus vandaar dat we dit gebruikt hebben om vandaag mensen hier op een open plein bij elkaar te krijgen, samen het vasten te verbreken. Ook mensen die niet gevast hebben kunnen hier samen met ons een hapje eten. En vervolgens gaan we vanavond ook praten over inderdaad hoe zorg je ervoor dat mensen wat meer onderling contact hebben en hoe wij samen met de inwoners dat kunnen realiseren. Merk je dat dat nodig is hier in de Heistraat, dat er wat meer onderling contact gaat komen? Nee, ik denk dat dat in heel Nederland is. Dus niet alleen in de Heistraat, maar wij hebben bewust gekozen om het hier te doen. Omdat wij nauw samenwerken met de ondernemersvereniging Heistraat, die ook mee-organisator is. Dus vandaar dat we het hier organiseren. En de volgende keer kan het in Stiphout zijn of in Brandevoort. Dus het is niet zo specifiek voor de Heistraat. En waar staat er nou allemaal op het menu eigenlijk voor de mensen die hier zo komen eten? De dames beter vertellen. Nee, grapje. Nou ja, we hebben verschillende hapjes. Ten eerste, dus eigenlijk hebben we alle vrijwilligers van WeCare Helmond verschillende hapjes bereid. Dus bladerdeeghapjes, mini pizzatjes, loempia's. Maar we hebben ook door twee Syrische koks eigenlijk. Die hebben voor ons ook heel veel Syrische rijst gemaakt met kip. Dus dat wordt echt het hoofdgerecht. En we hebben ook natuurlijk soep, harira soep. Dat is Marokkaanse soep waarmee heel vaak het vaste wordt verbroken. Dus ja, dat is er ook. En natuurlijk dadels staan al op tafel. Dus het zijn wel allemaal dingen die echt bij de Ramadan horen ook. Ik weet niet, zijn er verschillende maaltijden tijdens de Ramadan? Is dat anders? Of? Nee, het is inderdaad verschillend. Kijk, iedereen doet op zichzelf. Het hoeft niet allemaal heel extreem te zijn. Het is heel simpel. Wat bij de Ramadan is, is inderdaad dat je het samen doet. En dat je echt samen met alle mensen die er, je familie, kennissen, buren, dat je dat samen verbreekt. En dat je samen een mooi moment hebt eigenlijk. Ja. En dan lekker eten, denk ik, hè? Zeker, ja, zeker.